We staan hier bij onze nieuwe vestiging die wij hopen binnenkort te kunnen gaan betrekken. Waarom wilt u een nieuwe vestiging betrekken? Nou, we zijn een beetje uit ons jasje gegroeid in het vorige pand. We hebben een enorm ruimtegebrek. En we zijn op zoek gegaan naar wat grotere ruimte en dat hebben we hier gevonden. En hoeveel groter is het hier dan? De winkel wordt zeker 3 keer zo groot en wat wij noemen de technische ruimtes waar wij moeten werken wordt zeker 4 tot 5 keer zo groot. Dus het nieuwe gebouw is een stuk groter dan het oude gebouw. Hebt u wel genoeg spullen vanuit het oude gebouw om mee te nemen naar het nieuwe gebouw? Wat we meenemen is natuurlijk een groot probleem, want we blijven daar verkopen. Dus we proberen om meer spullen te verzamelen. Alleen het allergrootste probleem is dat we geen plek hebben om het op te slaan. Dus als er in Borne een bedrijf is of iemand is die zegt van nou Kringloop, we hebben nog wel een ruimte voor jullie ter beschikking tot zeg maar maart volgend jaar. Liefst met gesloten beurs dan heel graag. Oké, nou dat is een mooie oproep. Wie weet komt er wat uit voort. Doet u ook aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? Ja, in het kader van duurzaamheid en dergelijke hebben we besloten om zoveel mogelijk zaken tweedehands te gebruiken. Dat betekent goederen die hier uit het pand kwamen, deuren en dergelijke worden allemaal hergebruikt. Wat enigszins herbruikbaar is, doen we. En daarnaast hebben we ook heel veel dingen tweedehands gekocht. En daarbij moet je denken aan fietsrekken, hek langs het spoor en dergelijke zaken. Allemaal tweedehands gekocht. De recyclestraat, dat is eigenlijk een beetje ons oogappeltje. Dat betekent dat je straks als klant niet meer in weer en wind je auto hoeft uit te pakken. En wij ook niet trouwens. Maar je rijdt eigenlijk een overdekte straat binnen waar je spullen uitpakt. En aan de linkerzijde van de straat zijn dan allemaal vakken waar we artikelen opslaan die een ander leven ingaan nog. Die dus niet de winkel ingaan en die niet worden vernietigd, maar die een andere richting uitgaan. Oud papier, oud ijzer enzovoort. Hoe gaat het met de bouw? Redelijk. Ik heb er niet zo'n kijk op, dat weten de bouwmensen wel. Maar ik denk dat we op dit moment op schema lopen. En dat zou betekenen dat we ergens begin maart open gaan.